Suriname zit met grote uitdagingen op het gebied van het nastreven van milieudoelstellingen. Dit stelde minister Marciano Desai van Ruimtelijke Ordening en Milieu vandaag tijdens de National Dialogue Meeting van het Global Environment Facility, GEF, dat 2 dagen duurt. De bewindsman geeft aan dat de meeting een goede stap is, maar Suriname ook meer moet gaan uitvoeren wat betreft milieudoelstellingen. Ik denk dat de meesten van u hier vorig jaar er ook waren in, dat was een evenement die wij hebben georganiseerd in Jacana, waar ik een verzoek heb gedaan aan de verschillende NGO's om bij elkaar te komen, om informatie, om data met elkaar te delen. En dat was in feite een eerste stap. We hebben u toegang gegeven tot al onze data, zodat u ziet wat het ministerie allemaal doet aan activiteiten aangaande het milieu. En ook belangrijk van ons is om te zien wat u allemaal doet, zodat we in feite kunnen komen op 1 lijn, waardoor we niet allemaal tegelijkertijd samen iets doen dat we allemaal al doen. Zij geeft aan dat het beter kan met de uitvoer van het nastreven van milieudoelstellingen. Dus ik hoop dat na vandaag, na deze 2 dagen, we ons nog meer kunnen committeren om samen te werken, om samen zaken aan te pakken. Als ik praat over de uitdagingen, er zijn al enkele genoemd. En ik zal een paar noemen, niet allemaal, maar ik zal de belangrijkste noemen. Er is gesproken over verontreiniging. Zoals u weet, een van de grootste problemen als het gaat om verontreiniging is het gebruik van chemicaliën vanwege de verschillende economische activiteiten, voornamelijk in de landbouwsector en in de mining sector, waar we nog heel veel werk moeten doen. Het evenement brengt overheidsfunctionarissen, beleidsmakers, maatschappelijke organisaties, de private sector en internationale partners samen en richt zich op versterking van nationale inspanningen op het gebied van milieu en duurzame ontwikkeling.